Op een mistige ochtend is het nieuwe restaurant van Schiphol gevuld met journalisten die gaan luisteren naar de uitbreidingsplannen voor de gemeentelijke luchthaven. De persconferentie wordt geopend door burgemeester Dailly. Dat Schiphol, de wereldluchthaven van Nederland wordt, staat thans voldoende vast. Maar het brengt met zich mede dat de luchthaven zal moeten worden uitgebreid. De heer Dellaert, bedrijfsdirecteur van de luchthaven Schiphol, geeft een uiteenzetting van de nieuwe plannen. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat uit de talloze ontwerpen voor het uitbreidingsplan van Schiphol het definitieve plan is gevormd. Hier is het dan. De bestaande complexen verdwijnen natuurlijk niet. Ze vormen het uitgangspunt waaruit de uitbreiding voortkomt. In de jaren die sinds de bevrijding voorbij gingen, is er op Schiphol al enorm gebouwd. Er zijn nog maar enkele van de talloze provisorische bouwsels over die in 1945 in allerijl in elkaar werden getimmerd. Eén daarvan is de verkeerstoren, maar ook die heeft zijn langste tijd gehad. Al het oude wordt gesloopt. Steen en staal komt daarvoor in de plaats. Hier wordt binnenkort de centrale verkeersleiding ondergebracht. Het hedendaagse Schiphol voldoet geheel aan de eisen die het vliegverkeer van thans stelt. In de grote, goed geroutilleerde hangars kunnen alle reparaties aan vliegtuigen en motoren van elk type snel verricht worden. In ruime, nieuwe hallen kan de stroom van aankomende en vertrekkende reizigers vlot worden verwerkt. Passagiers die moeten wachten, vinden daarvoor een comfortabele gelegenheid. De meteo, de weerkundige dienst, is nu ook beter gehuisvest. Hier krijgen de piloten alle nodige inlichtingen omtrent het weer. Het vliegverkeer wordt met de dag drukker. De Amsterdamse luchthaven kan het nu nog verwerken. Wil men Schiphol echter kunnen handhaven, dan is in de komende jaren uitbreiding noodzakelijk. De plannen hiervoor liggen klaar om te worden uitgevoerd, zodra de regering er gunstig over heeft beslist. In dat geval zal Schiphol ook in de toekomst de wereldluchthaven van Nederland blijven.